Het is morgen 7 februari en het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament gaat beginnen. Ik zit hier met toernooidirecteur Richard Krajicek. Richard, we gaan eens even de eerste dag doornemen. Allereerst, zin in? Ongelooflijk veel zin in, ja. Ik mag wel zeggen, ik ook. Ik heb er echt lang naar uitgekeken en wel fijn dat er ook publiek is. Hè? Ja, opeens 2 weken geleden kwam het verlossende woord dat we toch 1250 bezoekers per sessie mochten hebben. Dus daar zijn we erg blij mee. Karen Khachanov en Rublev tegen Kolhof en Skupski. Spelen beide teams om andere redenen bijna, zou je zeggen. Kolhof en Skupski zijn dubbelspecialisten. Ja. Wesley Kolhof, Nederlander, die heeft ook al top 10 staan. Of staat hij nog steeds? In ieder geval staat heel hoog in de dubbel. Echt een hele goede dubbelaar. En Khachanov en Rublev, die zijn gewoon hele goede tennissers. Dus sowieso zullen ook goed dubbelen. Doen dat ook vaker samen, hoor. Ja, maar doen het vooral om even een beetje de baan te voelen. Om een wedstrijd te hebben gespeeld. Om ook op centercourt te kunnen spelen. Want dat is ook niet altijd even makkelijk. Maar ja, dat zijn de gevaarlijkste tegenstanders. Zeker in de eerste ronde voor die dubbelspecialisten. Voor de ene dus een goed trainingspotje. Voor de andere heel belangrijk. Dat is toch wel een goede start van de dag. Ja, hun leven. Ja, hun hele leven. Hun werk is dat, ja. We gaan daarna singelen. Mackenzie McDonald tegen Nicolas Basilashvili. Ja, nou ja, ik moet zeggen, McDonald ken ik eigenlijk niet zo goed. Maar wel van de uitslagen gezien natuurlijk. Een jongen die rond de 50 staat. Maar Basilashvili gewoon een hele goede speler. Hele goede kenner, ook hier op het toernooi. Ja, hij heeft vorig jaar finale van Indian Wells verloren in de 1000 toernooi. Ja, gewoon een taaie opponent. Wel iemand die heel streaky kan zijn in de vorm van hij kan voor elkaar krijgen om 4-5 eerste rondes op rij te verliezen. Maar dan ook weer een hele goede reeks neer te zetten. Dus even afwachten welke periode die nu zit. Maar spannende eerste ronde. Denk je dat een van deze twee ook ver in het toernooi kan komen? Daarna een hele mooie meteen eerste ronde. David Goffin tegen Alex de Minaur. Echt wel een hele spannende wedstrijd. Wat denk je daarvan? Ja, wel een mooie wedstrijd. Een grappige wedstrijd is dat Goffin jarenlang was hij een beetje voor mijn gevoel de snelste of een van de snelste spelers op de Tour. Mm-hmm. Nou, hij is nu wat ouder geworden, dus misschien een half stapje langzamer. Maar de Minaur is eigenlijk nu voor mijn gevoel de snelste speler op de Tour ongeveer. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat je wel waanzinnige rallies kan gaan zien. Dat ze elkaar heel veel links-rechts laten rennen en dat heel veel ongelooflijke rallies. Ik denk, die is voorbij, die rally, maar gaat toch nog door. Wordt toch nog gehaald, die bal. Inmiddels zijn we al aardig vertrokken met de eerste dag. En dan gaan we dubbelen, de twee Nederlanders. Talon Griekspoor en Botik van der Zandschulp tegen Lloyd Harris en Tim Poets. Veruit onze twee beste Nederlanders in de single. En ik denk dat ze ook dubbelen. Ik had aan Paul Harris gevraagd van wie wil je voor de dubbel wildcard. Nou, dit was zijn eerste keuze. Dus ik denk dat ook een beetje gevoel is dat dat zijn eerste keuze gaat worden in de Davis Cup over een paar weken. Harris is natuurlijk een goede speler ook. Een paar goede overwinningen behaald in de single. Ik weet niet eens hoe die dubbelt, maar ja, hij komt ook wel in en zo. Ik kan er wel goed voor leren. En die Poets is voor mij juist weer een dubbelspecialist. Dus ja, ik denk dat het wel een pittig potje gaat worden voor Botik en Talon, maar niet meteen de allermakkelijkste loting dus? Nee. Hubert Hurkacz, die natuurlijk een enorme sprong heeft gemaakt afgelopen jaar, tegen de wildcard Joe Wilfried Tsonga. Ja, we hebben 3 wildcards om te vergeven. En één daarvan is dus naar Tsonga gegaan. En publiek. Ik wou zeggen, hij is echt publiekslieveling. En dan wel fijn dat er ook publiek oud-winnaar, is. Inderdaad, ja. Maar ook naar hem toe als soort bedankje. Hij heeft natuurlijk het toernooi ook heel lang gesteund, zou ik maar zeggen, door zijn komst. En ook naast de baan deed hij fantastische dingen voor ons met de fans en ook met media en ook met de hoofdsponsor en met ABN AMRO. Dus wat dat betreft, blij dat we hem ook nog zo op die manier eigenlijk een beetje kunnen bedanken. Maar geen makkelijke loting. Nee, maar daardoor wel een hele gave maandagavondwedstrijd, hoop ik, denk ik. En dan de enige wedstrijd dus zonder publiek. Cameron Norrie tegen Hugo Humbert. Ja, die Norrie heeft een waanzinnige stap gemaakt vorig jaar. Won het toernooi van Indian Wells, een 1000 toernooi. Heeft even top 10 gestaan, voor mij staat hij nu 11 of 12. Linkshandige speler. Gewoon een hele goede tennisser van de baseline. Ik denk dat deze baan niet te snel zal zijn voor hem. En als hij goed staat te spelen, dan is het wel een jongen die heel erg laat rennen. Hij maakt goede hoeken. Hugo Humbert heeft volgens mij een beetje last van mijn gevoel. Maar ik weet niet zeker. Hij heeft mij niet heel veel gewonnen de laatste tijd. Maar dat weet ik even niet zeker om eerlijk te zijn. Ja. Dit is het einde van dag 1. Ben jij nou nu er toch weer veel publiek is, maar toch anders is? Kan je veel kijken? Of heb je heel veel verplichtingen morgen? Nee, er zijn altijd wel wat verplichtingen. Maar het valt nog steeds mee. En nu wil ik ook kijken, live. We gaan door en we spreken elkaar morgen weer. En dan gaan we naar de dinsdag kijken. Ja. Dankjewel. Zeker, dankjewel. Wanna watch more? Please don't forget to press subscribe.